eind augustus. Al ruim 10 jaar is dit het decor voor Into the Great Wide Open. Maar in 2020 strijkt het festival hier niet neer. Gelukkig wordt het geen eilandloze editie. En dat is fijn, want het is juist de context van dit eiland dat het festival zo bijzonder maakt. In deze uitzending presenteert Into the Great Wide Open kunst, muziek en nog veel meer. Maar eerst rapper Steen. Op uitnodiging van Into the Great Wide Open reisden ze per zeilboot van Hoorn naar Vlieland om te werken aan nieuwe muziek. Dat deed ze niet alleen, maar met een hoop gastmuzikanten. En wij volgden haar 2 weken lang. Van mij, maar we be coolin. Kom, we gaan samen kwijt. Ik zeg alles oké met mij. This time it ain't a lie. Oh baby, ik voel het. Je zegt je bent safe bij mij. Misschien denk ik niet goed na, maar ik geef geen fuck nu. Het is ook veel te laat. Ach, wat een lieve hond, joh. Ja, sorry schat, nu ga ik eraf. Ik zie verdriet in je ogen, alsof je wist wat ik zag. Alsof je weet wat ik dacht, alsof je vat hoe ik viel. Jij wordt in zee van mij. Welkom met een gigantische zeilboot hier aangekomen op Vlieland. Hoe was dat? Ja, dat was echt heel leuk. Heb je goede zeebenen? Was je daar ook mee? Ja, ik was nog een beetje bang, want mensen zeiden, Noordzee. Dat is heavy, maar dat viel me heel erg mee. Ja. Tim Veen, Sam, jouw vaste producer. Heb je hem specifieke instructies gegeven dat jullie zelf al een beetje weten wat je wil gaan maken? Ja, we hebben wel plannen gemaakt voor iedereen met wie we, gaan werken, zodat we... In ieder geval een beetje zo kunnen denken, oké, dan dit, dan dit. En hij is ook de creative producer van het album. Dus hij mag gewoon tegen iedereen zeggen, dit is vetter dan dit. Of dit is heel vet, laat het zo. Zodat hij vanuit mijn hoofd een klein beetje kan kijken naar wat het vet gaat zijn. Ja. Dan heb je misschien die echo's, die echo-effecten die jij op Wenna's stem hebt gezet. Het is heel vet als misschien dat dan dat samenkomt, zeg maar. Yes. Zal ik dat opnemen? Yes, sir. Is deze ingeplucht? Ben de Snijders, daar heb je ook al een goede band mee, heb ik zo het idee. Voelt dat vertrouwd voor jou? Of ben je nog steeds misschien een beetje starstruck dat je denkt van... Nee, wij werken best wel veel samen en we zijn ook eigenlijk heel veel samen, dus... Dat was gewoon chill. Ben is gewoon eigenlijk vriendin van mij, dus dat was al heel leuk. En wij werken samen aan muziek, ook veel zeg maar buiten. Estinom werk ik met haar. En we vinden het gewoon heel vet, omdat we elkaar heel erg op een soort... We halen iets uit elkaar. Dus zij haalt iets uit mij en ik haal heel erg iets uit haar. Dus we hebben nu voor het eerst echt samen een liedje neergezet. En zij werkt echt compleet anders dan mij. Niet bang zijn! Even overnieuw. We wilden heel graag een liedje maken over vrouw zijn. Over niet bang zijn en gewoon women empowerment. En dat we eigenlijk als vrouwen allemaal moeten op gaan staan. Omdat het gewoon...
niet altijd meer leuk is om. Ja. Het is niet gewoon altijd naast leuk elkaar, om vrouw. Ja, en, tegenover ja. elkaar. En dat is ook wat we heel erg zeggen. Dus het gaat, ze zegt bijvoorbeeld, ik maak jouw vleugels goud. En dat is gewoon, het gaat heel erg over opstaan. En dat vind ik heel vet. Zeg maar die Wen heeft, die, dat het zeg maar zo in die beat overloopt. Ja. Kan je dat ook op mijn stem doen? Ja. Of denk je dat dat elkaar gaat storen? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Ja? Haar stem is zo zuiver dat die autotune gewoon van gaat trippen. Ja, hij trilt gewoon. Dus soort van, want ze doet eigenlijk iets wat ik, soort van, ze doet een beetje Sim Vein S10. Ja, yep. die vocal tune. Die effecten en zo zit allemaal op. Maar omdat zij gewoon zo goed kan zingen, gaat die hoofd. Past ook gewoon baard, hoor. Het is echt fucking hard. Van Kesteren, waarvan ik dan, of de kijker misschien denkt, jouw muziek en de harp van Remy, ligt dat heel ver uit elkaar? Ligt dat dicht bij elkaar? Ik denk dat juist alles wel heel dicht bij elkaar ligt. Ook Remy. Remy had mij toevallig een paar weken voordat we dit gingen doen, een berichtje gestuurd van, hey, ik maak beats. Oh, echt? En het lijkt me heel vet als je daar iets mee doet, dus misschien kunnen we iets plannen. En toen zei ik, oké, stuur maar op. En toen was het echt super sick. En toen zei ik, oké, kom naar Vlieland. Want dat lijkt me echt heel hard. Wij waren echt helemaal in shock van hem. Want hij heeft gewoon echt een van de lijpste harpen ter wereld. Het is ook de enige die er is. Die harp, er is er nog één van en die staat in een museum. Dus het was echt een soort... Wat vervoeren daarvan alleen al. Ik krijg stress hiervan. En op een gegeven moment gingen wij tegenover elkaar staan. Ik met de microfoon en hij met de harp. En toen gingen we freestylen en het was zo bijzonder en emotioneel dat we ook altijd bijna gewoon moesten huilen. Omdat we echt dacht voor jou, dus dit is echt zo sick. Ik zie me hier wat op symbolics. Schans is een initiatief van Alma Matthijssen, van mij en van SLA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Waarbij we in mijn woonkamer op de Oude Schans in Amsterdam, het oude huis van mijn moeder, schrijvers presenteren waar zij delen van ongepubliceerd werk kunnen voordragen. En daarnaast doen we ook nog een open mic onderdeel waarbij jong talent zichzelf ook even kan laten zien wat ze doen. Ja. Er komen gewoon cultuurliefhebbers en uitvoerders komen daar langs. En dan staat er altijd leuke muziek op en kan je een biertje kopen voor 1 euro. En dan wordt er op een hele leuke manier toegankelijk met cultuur omgegaan. We gaan dus weer een aantal schrijvers en dichters presenteren. Mensen die al op de Oude Schans zijn geweest, maar ook nieuwe mensen. Er is natuurlijk de afgelopen tijd heel erg veel gebeurd. Politiek, maar ook met gewoon de mensheid. En we gaan echt proberen om dat ook daarin te verwerken. Zie een huiskamer voor je. Een krakende houten vloer. Een lamp die aan het plafond hangt en elk moment naar beneden kan vallen. Een witte poes die door de benen van het publiek kruist. Dit is de huiskamer van Bonne Rijn. Het zijn
ongepolijste avonden waar dingen misgaan, waar niks gaat zoals het gaat en geen verwachtingen zijn. Into the Great Wide Open, die vroeg ons om dat hier ook te doen. En ja, dat wilden wij natuurlijk. En wij hebben vijf schrijvers en muzikanten gevraagd om een poëtisch manifest te maken over de nieuwe wereld. Terug naar de fabrieksinstellingen, versie optimaal. De pixels hebben een vliesachtige structuur. Versmolten met vaten in ogen blauw, licht wordt wit en het witte scherm een iris. Het mens zijn hield op, al ver voordat computers ons overnamen. We zijn chips, koperen draden, onbegrensd geheugen. Niet vergeten dat de wereld er ooit anders uitzag. We zijn nullen en emoties. Maar emotie is niet nodig om de klimaatverwarring onder ogen te zien. Bij bosbranden vraag ik Siri het vuur te doven. We consumeren hologrammen in de vorm van avocado's, amandelmelk. Bestaat overigens voor 99% uit water. En onze kinderen gaan het nog meemaken, een tekort aan water. Nullen en enen maken nog geen mensenrechtenmachine. En toch maken zelfs robots het onderscheid tussen zwart en wit niet meer. Een vrouw roept, ik ook, ze wordt gehoord. Een jaar later hoeft roepen niet meer. Consent zit ingebed in de standaardconfiguratie van de mens. De nieuwe wereld was van gisteren. Vandaag doen we het beter. Beter luisteren naar het meest gewilde voornaamwoord. Beter knippen in de schotten van diverse hokjes. En ook al zijn we allemaal hetzelfde, eendimensionaal zijn we niet. Mijn dochter is een eerste generatie 3D-printerkind. Haar zijn de verhalen over de arme kindjes in een derde wereldland bespaard. Er bestaat nu gelijkwaardig economisch partnerschap. Ooit waren we op zoek naar nieuwe planeten. De onze maakten we langzaam, maar zeker kapot. We dachten dat buitenaards leven op ons zat te wachten. Uiteindelijk zijn we niet naar Mars gegaan. We hebben hier het beste van gemaakt. Als de aarde stopt met draaien. Als de wolken niet meer lekken. Als de zeeën niet meer nat zijn. Zet ze open net als hekken. Kus de vissen aan het zand. Ren op blote voeten door de desert. Met mijn hart in linkerhand en met de jouwe in de rechter. Als de wind niet meer wil fluiten, als de wielen niet meer draaien, als de strikken niet meer lussen, ga ik zwemmen met de haaien. Fietsen door de duinen, ik werd doormidden gezaagd door witte blikken, die blikken werpen uit hun blikkenkijkers. Is dat omdat ik een masker op heb of omdat ik zwart ben? In oorverdovende stilte. Trachten naar inspiratie voor confrontaties. Trots en zwart maakt namelijk makkelijk ongemakkelijk. Elke stap vier keer overdenken, zodat je je niet verstapt en je enkel verzwikt. Je enkel verdikt en je enkel vertikt. Discussies te voeren over hoe je je voelt, over je huid en je haar. Want continenten staan in de fik. Om in mensen worden verstikt door de zwarte rookwolk. En de brandweer komt alleen als ze stoppen met ons vergiftigen. Als de man en de macht geen misbruik meer maken van de situatie waar we nu in zitten. Als de sirenes doen gaan loeien. Als mijn anxiety niet meer fluistert. Als mijn gezicht stopt met smelten. Daar zijn de aardplaten tafels en wij de muizen. Tot die tijd ben ik hier. In het licht en in het duister. Ik heb de deur op een kier. Ik hoor best spreken als je luistert. Mijn emoties lopen over. Ze hebben nooit leren kruipen. We strijken de eer met vuisten, bebloed, zijn trots sinds tijden weer. Er is een hoop veranderd,
Maar wat ik het vetst vind aan de nieuwe wereld? Lummeltje is terug. Je weet wel, het balspel waar wordt overgegooid en iemand in het midden staat te springen als een sukkel. De nieuwe versie wordt alleen gespeeld met een holografische bal. Zodra de bal wordt gevangen en de speler door het hologram heen grijpt, komt het besef dat eigenlijk iedereen de lummel is. Ik zag laatst een groepje kids lummelen. Niet vreemd door de ongekende populariteit van het spel. Ik, lummelliefhebber, bleef natuurlijk even kijken. Alles was wel toen ik de eerste bal zag ontstaan en onontstaan. Een kind chaste op hoeversneakers richting het target en ging door de bal heen. Vet. Ik merkte dat het einde van het spel naderde. De laatste holobal werd met ongekende snelheid afgevuurd. Een tweede kind dook een geweldige duik richting de bal, maar belandde in een heg. En shit, dat was ik vergeten te zeggen. Maar door de complete verschaling van de biodiversiteit is elke plant in de toekomst een vleesetende plant geworden. De reusachtige planttanden van de heg verscheurden ieder deel van het kind. 1. Zijn vette cape, zijn bionische linkerarm, zijn technologisch geoptimaliseerde onderhemd en zijn lichtgevende platformschoenen. Het was tragisch, het was bloederig en het was zelfs voor een potje lummel heel erg heftig. Toen ben ik weggegaan. Ik heb gehoord dat het kind later op die avond in het comfort van zijn eigen kamer compleet is gereboot. Wij zijn Oranje. Goedenavond. Welkom in mijn land. De kinderen slapen zacht op hun slaap. Onze unieke natuur, een tintje desperaat. Mijn koning draagt geen kroon. Wij houden van gewoon. Doorsnee is onze bestemming. Helden vereren is ons vreemd. God is nergens te bekennen. Wij zijn God zelf. 3 in 1. Nog altijd oranje, als men het nieuwjaar inluidt met een glaasje champagne. Het is hier goed toeven. Maar soms verlang ik naar het platteland, waar mensen het nog steeds normaal vinden om elkaar te groeten. Waar men de vlag hijst met een onverhoedse grijns, waar je nog steeds betaalt voor handenarbeid en kleurenblindheid feinst. Tja, we zijn gewoonte dier. Wij streven naar alledaags. In al onze ledematen ademt Anti-Den Haag. En alles wat nieuw is, is God geklaagd. Ze zeggen, vroeger was alles beter. Maar vroeger was niet alles beter. Vroeger was ik een neger. Op een lapje land met omheinen. Leer van je dwalingen, waterland. Las een denkpauze in en na de hand zou de toekomst jong en oud verblijden. Ze zeggen, alleen God is benaderbaar. Doch wij horen bij elkaar. Vandaag meer dan gisteren. Het is voor mij inmiddels ook zichtbaar. Geef mij de Hollandse herfst en een fonkel witte zon die nooit sterft. Lief en innemend, dit land kun je vasthouden en strelen. Hier rust de avond onder de haardos van de bomen. Het mooiste moet nog komen. Toen alle horizons verslonden waren en de straten bezaaid met lichamen, toen hebben we de boodschap door verschillende vertaalmachines gehaald en ze begon demonisch te klinken. Het smeltwater van de 21ste eeuw. De geschiedenis verzacht, verliest vorm en vanzelfsprekendheid. Hoor je het krabben van het donkere vosje tussen de pannen van het dak. Je bent nooit onschuldig geweest. Dit is niet bijzonder. Dit is het alledaagse dat onder de grond leeft. Met elke seconde word je onsterfelijker en verdrietiger. Geesten overleven zelfs de wreedste geschiedenis. Dat wat nooit bestond, kan niet kapot. Er staan onzuivere taken aan de horizon. Dit is anti-informatie. Een meisjesachtige Mercurius.
Dit is het neersabelen van alle poortwachters en het ontketenen van een oorlog in de hemel. Vanaf nu vereren we alleen nog dode goden. Vanaf nu noemen we wortelstelsels steden en steden kerkhoven. Dit is het ontketenen. Het afbranden van alle paradijstuinen, bloedmaan over Eden. Vanaf nu vereren we alleen nog de meisjeslichamen met hun slangachtige bewegingen. Want als dit het goede is geweest, dan vanaf nu alleen nog maar inferno. Als ze je onzuiver noemen, wijs dan naar de donkere horizon. Vertel dat het tijd is om te perforeren en sterren binnen te laten. Dit is een leven dat geen daglicht kan verdragen. Dit is een ziek lichaam, bloeiend in buitenaardse kleuren. En dit leven is nooit zuiver geweest. Nooit onschuldig geweest. We zijn niet in onschuld geboren en er is niets verloren. We schrijven een duistere en ongewervelde mythe. Buigen hoofden naar elkaar toe en fluisteren de boodschap. Wij reizen uit de ruïnes van de 21ste eeuw. Een zachtaardig kwaad. Een lieflijke verovering. Bebloed en verrot. En onoverwinnelijk, want dat wat nooit bestond, kan niet kapot. Ik wil al onze artiesten bedanken en natuurlijk onze muzikant van de avond, Jasper, je was een held. Dank je wel. Dank aan SLA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Into the Great. Into the Great. Dag Vlibica. We gaan zwemmen. Ja, wat is magie? Als je het gaat benoemen, dan is het eigenlijk al weg. Ik denk, het is meer een kwestie van voelen, denk ik. Het is zonder op, verdorie, het is net een diamant, man. Moet je kijken. Gaaf. Wat een prachtige plek, ja. Anke. Waar zijn we? Op de kaart heet het Achter Nele Meus Nol. Maar van waar die naam? Ja, dat is dus de grap, dat weet niemand. Of tenminste, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zegt van ja, maar dat Nele Meu, dat was dit of dat. Ik weet wel dat Nol is Oud-West-Fries voor duin. Kijk, en hierachter hebben we oorspronkelijk duin, dus nu bos. Kijk. Ja, maar het is voor mij altijd een magische plek. Altijd mooi. Wat je hier ook hebt, en dat weten niet zoveel mensen, dat is de kleine zonnedauw. Een vleesetend plantje. Ja, als natuurbeheerder van Staatsbosbeheer, dan probeer je wel eens wat. Ja. En we hebben hier op de hand stukjes afgeplacht. Er is echt weggeschept, natuurlijke vormen. En op de rand daarvan, daar groeit nu zonnedauw. En dat is ruim 20 jaar geleden, toen ik in dienst kwam bij Staatsbosbeheer, toen hebben we dat ook gedaan. En ieder jaar weer komt die zonnedauw, maar die heeft ook heel veel vocht nodig. Dus dat betekent dat er in ieder geval vocht in de buurt is nog, terwijl het super droog is. Ja, we zitten midden in een coronacrisis, maar er is in de natuur denk ik vrij weinig van te merken. Nee, de natuur die heeft daar die geen weet van. Ja. Ja, behalve dat we natuurlijk als gevolg geen festival hebben. Mm-hmm. Dus er wordt niks opgebouwd op Vlieland. Nee. Wat zie je daarvan terug hier? Nou, op deze plek, dit is dus een onderdeel altijd van de kunstroute. Meestal loopt hij dan daar langs en dan gebeurt hier iets. En dat wordt ook altijd hartstikke zorgvuldig gedaan. Ook altijd in overleg met ons. Van kan dat, kan het niet? Zit er een zandhagedis? Zit er een vogeltje nog te broeden? Een roofvogel die zijn jongen voedt? Dus dat gaat altijd, het hele jaar door zijn we in overleg met de organisatie. Ja, dat valt nu weg. En ik merk ook aan mijn collega's van nou, die vinden het ook jammer. Ja. Maar zullen we even naar die zonnedauw toe kijken of hij er is? Kijk eens. Kijk, en dit zijn zijn bloemetjes. En hier, ja, dan moet je hele goede ogen hebben. Er zitten druppeltjes aan, een soort diamantjes. Ja, ja, ja. Dat kleeft. Gaaf. Er lopen hier duizenden mensen per jaar langs. En als je dat dus niet weet, dat hier die zonnedauw staat, ja. Ja, dus. Ja. Even goed ervoor gaan zitten. Ja. Ja, maar wel, ja, ik vind het gaaf. Ik ga ook ieder jaar even kijken, zijn ze er? Ja. Ja, wat. Ja. Sta je nou daarboven op die natuur? Nee, jongen, dat mag.
Maar ik realiseer me ook, hoor, dat ik echt ontzettend mazzel heb dat ik hier woon en werk. Dit is wat ze op Vlieland noemen de blikspuutkuil. Wat maakt deze plek nou zo goed om te bezoeken op het eiland? Ik kan me herinneren, ik weet niet, 1 of 2 jaar geleden, ik denk alweer 2 jaar geleden, dat hier overal mensen zaten, echt veel. En dat Reinbert de Leeuw, helaas overleden, klassieke pianist, vleugel in midden, en die zat hier klassieke muziek. Nou, ja. Dat deze locatie. Nog dat je denkt van wow, wat mooi. Even een jaartje geen Into the Great Wide Open. Ik denk dat de natuur dat misschien ook wel even lekker vindt. Dat weet ik niet. Dat kun je niet aan de natuur vragen. Doordat we altijd in overleg zijn met de organisatie en doordat er zorgvuldig gewerkt wordt, leidt de natuur niet daadwerkelijk onder al die mensen die hier komen genieten. Ja. En voor jou persoonlijk, want het lijkt me natuurlijk ook wel een beetje lekker reuring, toch, op het eiland? Ik hou wel van een feestje. Nou, ik was er best verdrietig van. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor al die mensen. En ik ben die avond ook inderdaad naar het bospodium gelopen. Van nou, een prachtige plek. Maar dit jaar zonder al die genietende mensen, ja. Anke, dank je wel. En dan hopelijk tot volgend jaar. Ja. Op Into the Great Wide Open. Dat zou geweldig zijn. Gaan we samen een dansje doen, Vera. Heel veel zin in. Misschien nog een klein wijntje erbij. Nou, heel klein wijntje. De eerste keer dat ik iets over Into the Great Wide Open hoorde was via het geruchtencircuit dat er na Oerol weer een festival was bijgekomen. De eerste keer dat ik er naartoe ging, dat was via Ferry Rozenboom, die ons liet experimenteren met onze start-up, destijds met Meppel. En mijn gevoel bij dit festival is precies zoals ik zou willen dat onze maatschappij eruit zou zien. Lief, duurzaam, smaakvol. Zelf ben ik actief bij de energiecorporatie Vlieland. De energiecorporatie is opgericht om duurzaamheidsprojecten op het eiland te realiseren en om mensen te stimuleren zuiniger te worden met energie. Tijdens het festival heb ik altijd het tweede zomergevoel, warm en loon. Nou, Vlieland is de organisatie die zich bezighoudt met het versnellen van de circulaire transitie richting een klimaatneutrale en circulaire samenleving. Into the Great Wide Open in 3 woorden. Eiland, circulair, nieuwe wereld. Welke dag het was, maakt niet uit. Niemand weet hoeveel dagen er zijn. Waarom zou je ze dan een naam geven of een nummer? Bovendien, of het nou een dag was of een dag wordt, is dan in feite ook niet van belang. Er is een landschap en een man met een koffer. Dat is het zo'n beetje. We zijn nu aan deze kant. Er is ook een andere kant, een overkant. Maar dat komt allemaal nog. Erik Spinvis, je hebt speciaal voor Into the Great Wide Open iets geschreven met betrekking op de overkant. De overkant. Vertel. We zitten op een eiland en een eiland heeft altijd te maken met een overkant. Dus waar je ook kijkt, het is rondom. Alles is overkant. Het festival gaat dus niet door, maar we konden wel iets doen. Ik vertel graag verhaaltjes. En toen dacht ik, nou, dan grijp ik een kans om een muziekfilm te maken. En dat heet dus De Overkant. Het begint met een mannetje, dat ben ik, in een soort, dus als een dirigent kostuum. En die loopt met zijn koffer, loopt die, ja, eindeloos om het eiland heen. En die komt mensen tegen die allemaal op hun manier bezig zijn met die overkant. En op die manier heb ik de overkant aan heel veel mensen gegeven. Het zijn mensen uit de band, dus zijn personages. Mm-hmm. Uit een verkeerde wereld zijn we terechtgekomen, neergeploft in een surrealistisch landschap. Bijna uitgestorven, ja. Ja, ja. En dat daar hou ik heel erg van. Ja. Ik moet het vertellen. Ik moet ze bereiken. Ik moet het vertellen.
Ik moet ze bereiken. Ze moeten het weten. Ik moet het vertellen. Ik moet ze bereiken. Ze moeten het weten. Wie moet u bereiken? Wie schrijft u? De overkant. Ik moet de overkant bereiken. Ze moeten het weten. Ik moet het vertellen. Ik moet ze bereiken. Ze moeten het weten. Misschien is de overkant veel te ver. Niks is te ver. Geen reis is te lang. Ik moet ze bereiken. Alles is oké. De horizon en het vlakke land. Ik rij en jij leest mijn hand. Ik ben een waterman, dus deze week zit alles mee. We luisteren naar Adamo en praten over alcohol. En de foto die je maakt van de grote dag, de grote zon. We stoppen bij een tankstation, waar de mensen doen alsof het nooit zo is geweest. Ik zie wat jij niet ziet. Het is oranje-rood en komt ons tegemoet. En alles is nu goed. Na, na, na. Wat is dit hier dan? Nee, wacht even. Wacht even. De overkant is dan hier. Nee. Als dit de overkant is, dan is de echte overkant aan de andere kant. Want die zit altijd aan de overkant. Maar als dit de overkant van dat is, dan is alles overkant. Nee, even helemaal opnieuw. De overkant is altijd aan de andere kant, hè? Het is niet één bepaalde plaats. Alles kan een overkant zijn. Alles, overal. De overkant kan overal zijn of nergens. Je kunt er nooit zijn, want als je er bent, is de andere kant de overkant. Om te weten waar de overkant is, moet je eerst weten waar je zelf bent. Maar als alles een overkant kan zijn, zoals u zegt, dan kun je daar dus zelf nooit zijn. Dus wat u zegt is dat we eigenlijk nergens kunnen zijn omdat we tegelijkertijd aan de overkant kunnen zijn. Ergo, als we altijd aan de overkant zijn, kunnen we in wezen nergens zijn. Dus, met andere woorden, we bestaan helemaal niet. We bestaan niet. O jee. Wat nu? Oh jee, we bestaan niet. Ook dat nog. Heb ik weer. Is dat uw koffer? Mijn koffer? Ja. Ja. Voor iemand die niet bestaat, speelt u heel mooi hoor. De eeuwigheid en in ieder land een vaderland, een overkant. En jij bent de trein, het vuur, de dageraad, wie je worden gaat, wie je vroeger bent geweest.
zijn liefde aan de linkerkant en rechts de eeuwigheid. En in ieder land een vaderland, de overkant van jij. Met de trein, het vuur, de dageraad, wie er worden gaat, wie je vroeger bent geweest. Hey, hey, hey. Tussen liefde aan de linkerkant en rechts de eeuwigheid. En in ieder land een vaderland, de overkant. Het was nog maar net dat de zon opkwam. Kijk, de vogels gaan weer op reis. Ik weet nog dat ik ze vleugels gaf. Maar het onweer komt dichterbij. Kom, het is tijd om te gaan. Hey, hey, hey. Stilte. Maar we zeggen helemaal niks. Sst, ik hoor ze. Hoor je dat? Wie? Wat hoort u dan? De overkant. Hoort u dat dan niet? Ik hoor alleen de zee. Ja, het is de zee die u hoort. Het geruis van de zee. Nee, 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 nee. Het is de overkant. Het is de overkant. Hoort u dat? Ze spelen een ritme. Het is een ritme. Het is een boodschap. We moeten antwoord geven. Ik hoor alleen de zee. En de meeuwen. Dokter, 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 ik zie vlekken op de zon. Ik zweefde over steden, maar nu lig ik hier neergesmakt op het beton. Camera 3 is overbelicht, iedereen lacht, het was de grap. Toch blijft er altijd iemand liggen in de cirkel. Ik weet even niet meer zo gauw. Wat ik zeg en wou. Alles is zo mooi, ik ben nog steeds verdoofd. Ik zie nog wel wat wazig en ik weet niet wat ik zeg. Morgen of wat later gaan we naar de Dode Zee. Waar de dode meeuwen zingen, ik neem een vender mee. Trage dode golven, dode vissen in mijn net, daar zal ik blijven wachten. Wat doet u hier? Achter mij aansluiten graag. Gewoon in een rij gaan staan. Dat is netjes. Maar wat doet u hier? Ik sta in een rij. Dat lijkt me logisch, dat ziet u. Dat is netjes. Iedereen komt wel aan de beurt als je in de rij gaat staan. Hier moet u een kaartje trekken. Dan komt u vanzelf aan de beurt. Maar ik ben de eerste. Achter mij aansluiten graag.
we eigenlijk op? We wachten totdat de volgende aan de beurt is. En dat ben ik. Ja, en wat dan? Als je aan de beurt bent, wat gebeurt er dan? Als je aan de beurt bent, dan mag je naar de overkant. Dat lijkt me nogal logisch. Het is een beetje een domme vraag, hè? Het is niet zo netjes. Wacht u hier al lang? Dat doet er niet toe. Het gaat erom dat het elk moment kan gebeuren. En ik ben de eerstvolgende. Hoe wordt u dan geroepen? Ja, dat weet ik dan. Ja, maar staat u hier al uren? Dagen? Jaren? Eeuwen? Ergens op de gastenlijst staan. Maar wat is dit voor taal? Waar komen ze vandaan? Het is 9 uur, het is heet als de hel. De band is wel goed en het bier is wel koud. En ik wil ook wel klappen, maar ik weet niet hoe het moet. Want dat gaat best wel lastig. Met een glas in je hand gaat alles over de rand. Wat zei je daar net ook weer? Ik heb je niet gehoord. Ik had oogcontact van de eenzaamste soort. De winnaar krijgt een antwoord, de verliezer krijgt een vraag. Ik trek geen conclusie en ik antwoord lekker vaag. Ik heb geen contract, ik heb geen bezwaar. Ik knip mijn nagels, ik was mijn haar. Ik scheer me in bad zoals een cowboy doet. Met een fles op de rand en een spiegel in mijn hand. De dader kijkt terug, giftig als een schaduw, vluchtig als een woord. Heb ik oogcontact van de eenzaamste soort. Stil. Dit is het teken. Dit is het teken. Dit is het signaal. Nou, mevrouw, ik ben er klaar voor, hoor. We zijn er nooit klaar voor, pinguïn. Maar ik heb netjes gewacht. Het is mijn beurt. Wie wacht, heeft het niet begrepen en is een uilskuiken. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar deze meneer was wel als eerste, hoor. Hij heeft wel in de rij gestaan. Ben jij een ober of zo? U speelt overigens prachtig viool. Jezus, nog een toe, nog een over. Doe maar een grote gin tonic. Mag ik ook eens door uw kijker kijken? Kijk maar, schat. Je ziet toch niet wat ik zie. En ik zie niet wat jij ziet. Niemand weet wat iemand anders ziet. De overkant is één groot fucking ingewikkeld mysterie. Oh, het is een kaleidoscoop. Oh, u bedoelt dat de overkant voor iedereen iets anders kan zijn? Ik bedoel dat die gin tonic best wel lang wegblijft. Ik had me dit wel heel anders voorgesteld. We hadden ons dit allemaal heel anders voorgesteld, trek erop. Is de overkant daar? Daar aan de andere kant van de zee? Ah! Ze kunnen ons horen, hè? Ze kunnen ons horen. Ze kunnen ons horen! Wat doe je dan?
Welke dag het was, maakt niet uit. Niemand weet hoeveel dagen er zijn. Wat was er veranderd? Een golf spoelde aan. En na de golf kwam weer een golf. En nog een. Golven hebben geen namen. Waarom zouden golven namen hebben? Toch kwam deze golf van ver. Hij kwam van de horizon. Hij kwam van de overkant. Welkom bij het Science Sky project. Vandaag zijn we op Vlieland. En het is de 89ste keer dat we het gaan doen. Het is de 89ste keer dat we met een groep mensen een half uur stilte naar de hemel gaan kijken. En dit is een ander festival, het Oerol Festival, op het strand met zo'n 2000 mensen. Hier zie je bijvoorbeeld de mensen op surfplanken in de oceaan bij Los Angeles. En waarom ik al die landen afga, is omdat de aarde waar wij op staan, deze aarde, is een bol. En die bol die zweeft door de ruimte. En je kunt dus vanuit allerlei plekken vanuit die bol dus de ruimte inkijken. En dan gaan we precies 30 minuten in stilte naar de hemel kijken. Je mag je ogen open houden, je mag ze dicht doen, je mag denken wat je wil, je mag voelen wat je wil. Dit is helemaal jouw tijd. Groningen. En ik dacht van, nou, wat zal ik eens al gaan bedenken? Gisteravond hebben we met de groep ook in de zee naar boven liggen kijken met z'n allen. Dus dat was wel heel grappig, naar de vallende sterren. En toen moest ik denken aan dat ik ooit met mijn dochter heb afgesproken van haar eerste reis naar het buitenland. Van vond ze een beetje eng. Ik zei, nou weet je wat, als het dan donker is, dan kijk jij boven naar de grote beer en ik ook. En dan kijken we tegelijk en dan is het grappig om te weten dat je allebei naar hetzelfde kijkt. Daar moest ik even aan terugdenken. Nou, dat is mooi, ja. Heel, ja. Ruimte voor alles, gedachtes. Ja, het was heel verschepend, ja. En heb je nog iets speciaals gezien of gehoord? Nou, ik heb dus net van de boswachter gehoord dat dat gepiep de jonge meeuwen zijn. Dus dat kreeg ik niet meer uit mijn hoofd. Die was ik nu de hele tijd aan het herkennen. Dat ik dacht, dat zijn die jongen die honger hebben. En verder is dit denk ik gewoon de allerlekkerste, mooiste plek voor mij om dit te doen. Dus ik vond het echt... Alle omstandigheden heel prettig eigenlijk. Ja, dat is mooi. Geen klachten. Zeelui die somber aan boord gaan. Een schip vlak voor zijn vertrek. Het heeft altijd iets gejaagds. Een schip vlak voor zijn vertrek. Een triest afscheid voor lange tijd. Een schip vlak voor zijn vertrek. De mooie belofte van onbekende vetten. Een schip vlak voor zijn vertrek. Nu maakt zich het schip los van de kade. Een schip vlak voor zijn vertrek. De zwaaiende vrouw die half huilend meeloopt. Een schip vlak voor zijn vertrek.
heb 2 jaar geleden voor Into the Great Wide Open een set gedraaid bij de zonsopgang van Vlieland. Het was altijd al een beetje een droom om bij een natuurfenomeen muziek te draaien. Als thema vond ik het dus vooral mooi om alle andere dingen te draaien waar je normaal niet aan toe komt. Midden op een dansvloer of tijdens een peak festival set. En ik heb ook heel veel gedichten uitgekozen en skits uit films die dan weer van toepassing zijn op wat je bijvoorbeeld, om bijvoorbeeld te noemen, ik heb Meinder Talma gevraagd om zijn liedje een schip vlak voordat het vertrekt te declameren. Dat heeft hij mij via WhatsApp audio toegestuurd en dat heb ik dan als intro gebruikt voor een nummer van Brian Eno, The Big Ship. En dat gaat dan weer over in een nummer van Robin met Kindness. En daar zit dan zo'n moment in, dan zingt Robin The Sky is Open, I Just Wanna Cry Everything. En dat, ja, dat is ook wel een beetje het gevoel dat ik hier krijg. Dat je ook, het is volgens mij een quote van Jamie XX, dat hij vindt dat een DJ ook ruimte moet creëren voor droevenis. En daar sta ik helemaal achter. En ja, dat The Sky is Open, I Just Wanna Cry Everything, dat is wel de subtitel van deze ochtend, denk ik. All this time, I felt another way and I didn't know why. Deep inside, I wanna let go of this feeling tonight. It's alright, I'm ready, won't try to hide it. I'm gonna be myself this time. Vanuit de behoefte om andere dingen te laten horen en ook andere emoties aanspreken dan op een dansvloer, is om te zien dat er dan een paar meter verderop zat een meisje in haar eentje. En die zat op een gegeven moment tijdens ook mijn lievelingsnummer van Portishead. Portishead komt uit Bristol, daarvoor hoorde je een gedicht van iemand uit Bristol. En die zat tijdens Portishead zat die te huilen. En dat klinkt dan een beetje weird, maar dat is dan wel een beetje het hoogst haalbare wat je met zo'n set kan bereiken. En ja, nu is er natuurlijk niemand om me heen, maar de setting en de zon en de muziek en ik heb echt voortdurend kippenvel als ik dit aan het doen ben. Dus het is echt geweldig om, ja, om dit te kunnen doen voor Into the Great Wide Open. How happy is the blameless vessel's lot? The world forgetting by the world forgot. Eternal sunshine of a spotless mind. Each prayer accepted, and each wish resigned, 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 resigned. Op Into the Great Wide Open staat eten en drinken synoniem voor verbinding. Door de vele chefs die jaarlijks naar Vlieland afreizen. Dit is permacultuurtuinderij Uushof. En we zijn primair een zelfoogsttuin. Ja, we telen hier groenten, fruit, kruiden en noten voor zo'n 250 mensen. De tuin is zo ingericht dat je er met 250 man gedurende 10 maanden de aanbevolen hoeveelheid groenten per dag kunt komen oogsten.
Wat betekent het festival voor jou? Een heel groot gedeelte is echt de plek. Ja, het eiland. Het eiland, het buiten zijn, wat op zich bij een festival natuurlijk wel vaak is, maar ik heb het idee dat je nog meer met elementen te maken krijgt. Je bent heel erg juist bezig met omgeving en natuur. En in mijn kaas probeer ik ook juist rekening te houden met de weidevogel en de biodiversiteit. Dus in die zin, dat circulaire eigenlijk wat je probeert met zo'n festival, past eigenlijk ook wel heel erg bij wat ik zelf doe. We gaan het nieuwe prentenboekverhaal voorlezen van Stout Konijn. En waarom houden jullie van Vlieland? Ik ga naar Vlieland omdat ik op een paard mag rijden en die heet Bram. Wij wonen in Utrecht, dus we gaan niet heel vaak naar het strand. En dan hebben we een keer de kans om heel leuk naar het strand te gaan. En mijn vader werkte hier vroeger. Ja? Ja. Wat deed hij? WC schoonmaken. Nou, dan past die keutel daar goed bij. Komen jullie mee? Stout Konijn. Wil jij mijn lievelingsknuffel zijn? Samen op het strand. Dat vind ik fijn. Wie zit er op het strand? Stout Konijn en de zeehond. Kinderkunst is hartstikke belangrijk op Into the Great Wide Open. En Stout Konijn kom ik overal hier op Vlieland tegen, Douwe Sjoerd. Vertel, waar komt het vandaan? Ja, Stout Konijn is mijn lievelingsknuffel. En die is sinds 2013 voor het eerst op Into the Great Wide Open gezien. Als gigagrote knuffel daar in de duinen. Hij heeft toen het hele festival ondergekeuteld met reuzenkeutels. Ja, overal sporen. Je kan er niet omheen. Die kan je overal op het eiland, maar letterlijk overal. Ja, deze kan je dan overal zoeken. En als je het keutelspoor volgt, dan vind je Stout Konijn die zich ergens heeft verstopt. Dus het imperium van Stout Konijn heeft zich eigenlijk ver buiten de festivalgrens uitgebreid. Over het hele eiland hebben we speeltuinen, hebben we plekken. En ook een nieuw boek. Vertel. Ja, dit is het nieuwe Stout Konijn prentenboek. Samen met Ricardo Marcosi gemaakt. Hij is de illustrator. En samen doen we Stout Konijn. En we dachten, het is tijd voor een nieuw verhaal. Stout Konijn, wil jij mijn lievelingsknuffel zijn? Wat ligt er in mijn nest? Het knuffelt en maakt me blij. Stinkende knuffelkeutels. Wie geeft zoiets aan mij? En zien jullie Stout Konijn? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, daar hè. Achter de duinen. Stout Konijn. Ik durf lief te zijn. Zingend in de wolken knuffel ik de regen. Zie ik bliksem flitsen? Niemand houdt mij tegen. Ik ben schreeuwmeeuw. Stout Konijn. Doe niet zo blij. Zouden ze samen in zee gaan? Ja. Ja, hè? Nou, dat was het verhaaltje. Zullen we de keutels volgen? Ja. Zullen we die kant op rennen? Ja? Oké, nee. Neem een keutel mee. Zoveel als je kan tillen. Maken. Daar ligt er nog één. Oh, we stonden op de keutel. En de achter een beetje moeten. Rollen mag ook. Dit moet precies zo blijven. Want die drop daarin, als we live een show gaan doen, kunnen mensen daar echt nog hier zo... Oh, wacht. Ik heb nog een versie met gel op die outro. Echt? Net hoor, dit. Is er een bepaald thema of een overkoepelende vibe die de nieuwe muziek voor jou heeft? Nou, we hebben eigenlijk al een... Het thema was vlinders of vlucht. En dat heb ik met... bijvoorbeeld Soar had ik dat, ik heb dat met iedereen wel een beetje besproken, maar met Soar was wel een grappig voorbeeld, want ik stond met hem buiten te roken en zei ik, nou het gaat waarschijnlijk zo heet, of dat is heel erg waar het over gaat. Het gaat heel erg over groei en over waar je bent, zeg maar, als mens in je leven en over acceptatie en realiteit. Dus wat is jouw realiteit, wat is mijn realiteit en hoe ga ik daarmee om en hoe ga jij daarmee om en hoe je dat in iemands waarde laat of zo. Dat is eigenlijk een beetje het overkoepelende thema. En toen zei ik tegen hem van, waar denk jij dan aan? En toen begon hij zo te neuren, zo vlinders in mijn hoofd. En toen dacht ik, oké,
ik ga even freestylen. En toen ging ik gewoon doe maar freestylen. Dus gewoon liedje van doe maar. En zonder dat we het door hadden, was dat Vlinders in mijn hoofd eigenlijk ook nog een zin of zo die een doe maar liedje had. En toen hebben we dus een soort moderne doe maar tune gemaakt. Niet door. Zonder dat we echt zo van heel bewust daarmee bezig waren. In the night. Is het nu eigenlijk die hele berg aan insane producties nog verder gaan uitpluizen en kijken of wil je misschien nu heel graag gaan releasen ook? We hadden eigenlijk al een release datum, maar die hebben we nu wel even verschoven. Maar we hebben wel al we hebben 18 tracks nu liggen die ik eigenlijk sowieso wil uitbrengen. Maar 18 tracks is best veel, dus we willen eigenlijk gaan kijken wat gaan we nu verborgen liedjes maken en wat komt er sowieso op. Maar we hebben wel al echt een soort selectie gemaakt van dit komt er sowieso op. En nu staan wij in het bos op Vlieland, waar normaal gesproken nu het festival plaats zou vinden. Maar er staat in de verte wel een DJ-booth en zometeen een sessie van jou. Deze plek was ook zo sick met die stage hier en dat er allemaal eten was en allemaal mensen. No.
wacht op mij. De warmte meten met grote ogen. Het petvermogen nooit te vergeten. Gedachtes lezen. Ik negeer alles wat ik voel. Alles wat ik doe voelt gewoon verkeerd. Ik kan dit niet meer, dingen gaan niet goed. Zeg dat het niet boeit. Hoor je dat ik lieg als ik zeg dat het goed gaat? Voel je dat ik voel dat ik dingen niet meer snap? Zie je dat ik breek als de moed in mijn schoen zat? Proef je aan de sfeer dat ik het echt niet meer weet? Het gaat niet zo zijn als je mama zei sorry. Papa die zei niks, hij was er niet bij, kon niet. Ik vind dat niet erg, ik snap dingen ook toen al. Maar als je er kan zijn, dan doe dat. Laat me rennen. Oh,
gooi hem even in zijn geheel. Ja, ja mag. Komt-ie. Ja. 3, 2, 1. Lisa Conno, Sarah Blok, welkom op Vlieland natuurlijk. Wat gaan jullie hier doen? We zouden in eerste instantie op Vlieland dan in het korte filmprogramma zitten, maar dat kon natuurlijk niet meer. Dus we dachten, hoe kunnen we dan alsnog delen van de film op Vlieland laten zien, op een leeg Vlieland, waar niet alle gasten van Into the Great Wide Open zijn. Dus we hebben een fotoserie gemaakt waarin props uit de film, dus stukjes decor, maar ook dus de mode, eigenlijk door het eiland heen dwalen en alsnog een beetje aanwezig zijn op het festival op die manier. Als jij nou die met die ruit aantrekt, ja. En dan doe ik je handen en dan zie je alleen je handen. En dan ga ik ook nog misschien een beetje wapperen. Ja, misschien je linkerarm soort van een beetje naar de lucht of zo. En je rechterarm naar beneden. Hoe is mijn sleep? Heel mooi. Heel mooi. Ja, hij zit gewoon goed netjes erachter. Alleen een beetje kreuk. Ja? Ja. Oké, ga ik nog iets anders proberen. Al twee films samengemaakt, Nobu en Baba. Kun je vertellen waar die over gaan? Het is eigenlijk een onderdeel van een drieluik portretten van vaders die 40 jaar geleden naar Nederland kwamen. De eerste gaat over Lisa's vader, een Japanner die naar Nederland kwam om mee te doen met het wereldkampioenschap karate. En het plan was dat hij terug zou gaan nadat hij mee had gedaan. Maar hij bleef in Nederland en ontmoette een Nederlandse vrouw en kreeg twee kinderen, waarvan er hier eentje staat. Pebot, という名前は、フェルディナンデ・ボルストーリーから来ています。フェルディナンデ・ボルはレンブラントの一番弟子です。オランダに最初来た時、こういうお仕事してた？おー、してましたよ。ガイドしたり、いろんなところに人を連れてって行きましたよ。Modeontwerper en Saar als theaterschrijver. En we wilden dat samenbrengen. Integratie sprak ons persoonlijk aan, ook door het verhaal van mijn vader. Ja. En daarin ontbrak wat ons betreft een soort portret waarin modefilm gecombineerd wordt met een realistisch documentair verhaal, maar waarin de toon ook lichtvoetig is. Wat we voornamelijk gewoon heel graag zelf wilden maken is een documentaire waarbij ook heel veel aandacht is voor de schoonheid visueel. Wat gestileerder dan gewoon een rauwe, dicht op de huid portret, zeg maar. Ja. Dus dat is iets wat ons werk heel erg kenmerkt. Je moet even deze heel hoog doen. Ja, ja, ja. Dit hou ik wel maar heel kort vol. Ja, ik ben zo klaar. Ik ben vanaf het begin betrokken bij het festival en de eerste editie in 2009 was dat. Heb ik me aangemeld als vrijwilliger en ik heb 6 jaar lang bij de merchandise gewerkt. Als de boten aankwamen, dan zaten we in de voortuin. We woonden vlakbij het festivalterrein. En dan zagen we de bonte stoet met paradijsvogels zagen we op weg naar het festival en dat was fantastisch om te zien. In 2016 zijn wij betrokken geraakt bij het festival met een starter, Cement. En met Cement begeleiden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de jaren daarna zijn we betrokken gebleven bij het festival en hebben we al die jaren daarna steeds met een groep jongeren helpen opbouwen. En dat zijn meestal rond de 10 jongeren waarmee we naar het festival afreizen. It was back in June, July 2019. Yeah. I didn't hesitate to register myself as a volunteer, but also shared it among my friends. Into the Great Wide Open, open your wide great doors again. Do-do-do. Ben niet zo van de details. Er waren rondo's en bier. Er was gemiddeld veel zon. De dag dat Richard Keijert zit in Wimbledon. Er werd een hi-hat geleend. We speelden onder de doel. Ik was niet mooi en niet jong.
zat bij Chris achterop. In het jaar van de rat. Hij ging echt vreselijk hard, want wat had hij gedacht? Alsof hij zeker wist dat iemand niet sterven kon. Bedacht dat Richard Keijer limbo. Van de stad danst als een vlam. In het jaar van de rat, er was geen mens die het zag. Er was voorgoed iets voorbij, voorbij, voorgoed voor altijd. Ergens in de zaal viel een glazen om. De dag dat Richard Keijer tik. Wat ik achterliep,
Zeilen en wind, kus een droevige mond, heel zacht voor de dag begint. We waren steen tas uit het land waar je sliep, waar je de wonden nog liep, waar een koninkrijk verging. Haal de parels uit de zee. Verlies het goed. We wachten tot het licht.
En met spinvis op een verlaten strand verlaten wij Vlieland. Maar niet getreurd, want er is nog veel meer te zien. De komende week de volledige sessie van spinvis, ook van Steen en op de Schans. Volledig te checken op de website van Into the Great Wide Open. Ook de sunrise set van DJ Saint Paul. En met Into the Great Wide Open hopen we natuurlijk stiekem op een weerzien volgend jaar hier op het eiland. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Into the great. Choose.